We staan hier achter de coulissen van de Flamo Showwedstrijden. Een van onze gasten en ook een van onze deelnemers zo direct aan de wedstrijden is Voisin Orchestra Le Bizet. Mag ik voorstellen aan? Ik ben Tessie, ik ben muzikant, ik speel fluit. En u bent? Didier van der Schelde, dirigent. Allereerst mijn excuus dat ik niet het mooie Frans spreek. Excusez-moi. Mag ik vragen, hoeveelste jaar is het voor u dat u hier bij Flamo Showwedstrijden optreedt? Ja, vanaf 2010, nog 2012, 2016 en nu. Ja. En wat voor programma gaan jullie vandaag brengen? Het thema is superhero. Het gaat over Avengers. Het is een jongen die door verschillende werelden gaat spelen. Mag u vragen, in dat respect, mag u vragen, hebben jullie ook een jeugdvereniging onder de seniorengroep? Nee. Samen. Is dat niet ook de volgende stap belangrijk om een jeugdclub voor jullie toekomst te hebben? Of is dat niet aan de orde? Ik denk dat het is goed voor de maatschappij dat alle... Leeftijden. Ja. Juist. Het is goed. Men heeft... Klein jongen van 12, 13 en tot 75. Het is een grote familie met verschillende familie daarin. Dus je kunt zo direct een familie bij elkaar brengen. Ja. Jouw familie bijvoorbeeld. Dat is mijn zoon. Dat is mijn zoon. Mag ik even voorstellen? U bent? Ik ben Van der Schelde Vincent. Zoon van papa? C'est ça, tout à fait, oui. En wat muziceert u? Wat speelt u voor instrument? Du cornet. Dan hebben we hier de familie. Ja, het is Christophe, mijn vader, en Thierry, mijn broer. Christophe, wat speelt u in de club? Trombone de coulisse. Trombone? Oh ja, ik spreek helaas geen Frans, excusez-moi. En Thierry, wat speel jij voor instrument? Quatom. En hoe lang is de familie al in de vereniging? Ik, 10 jaar. Papa. En sinds 88. En hoe lang is vader en zoon al samen? In de vereniging dan, hè? Ja, ik is nu bijna 50 jaar. Maar mijn zoon in... 50 jaar? 50 jaar, ja. Echt waar, kom jij dan neer? 31. En eigenlijk wat we aan groep mensen hier hebben zien staan, zijn als bloedverwanten binnen de Flamo Showwedstrijden. We wensen jullie vandaag heel veel plezier, heel veel succes en geniet van de dag. Dankjewel voor je tijd, hè? Dankjewel.